Waar zijn we, Rocco? Wij zitten op dit moment in de kleedkamer bij de Tunis. En we zijn net gearriveerd, we hebben gewoon een eigen kleedkamer. Hè? Voor het eerst dat jij in een sportkleedkamer bent. Nee. Ik heb echt wel eens een sportkleedkamer van binnen gezien. Ja, van de fitnessclub. Ja, van de fitnessclub. Van de aquadogger. En in het Kralingse Bos hebben ze geen kleedkamers, dat weet ik ook wel. Daar gaan we weer over zeiken natuurlijk. Nee, we gaan straks optreden en dat is wel heel bijzonder. Het is bij Worldport Tournament Festival, baseball. En het Nederlandse team speelt vanavond tegen het Amerikaanse team. Volgens mij wordt het een hele gezellige en spannende avond. Geen idee hoe de verhoudingen liggen, maar dat is voor ons ook helemaal niet belangrijk. Want wij komen nou een beetje muzikaal omlijsten. En zo voor de wedstrijd, misschien nog even tijdens de wedstrijd. En we gaan het eind van de wedstrijd gaan we een feestje compleet maken met z'n allen. Volgens mij wordt het hartstikke leuk. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn. Je kan maar beter vrolijk zijn. Ben je klaar voor Arie? We kunnen bijna aangekondigd worden. Cor is namelijk aan het zingen. Kijk nou je pet! Ik heb een pet. Kijk nou joh. Rotterdam Skyline op de andere kant. Ja. Dus jij hebt je pet alvast. Oh, we hebben allemaal een pet gekregen. Nou ja. Niet opzetten. Nee, dat vind ik zonde. Hé, hey, maar het koor is nou bezig en wij gaan aansluiten. Dus dan moet je ook even klaarstaan. Nee, ik kom te groet. Ik heb een staartje klaar en je oortjes hier dingetjes te doen. Ik kan beginnen. Dames en heren, de Melody. Goedenavond, gezellige mensen! Tussen de, wat is het, einde zesde inning? Einde zesde inning, komen wij in beeld. Een dingetje, even een refreintje. Een soort teasertje, zal ik maar zeggen. The Wannabes! Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn. Mensen, wat kijk hier weer gezellig, dan weet je wat genoeg erbij. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn. Je bent veel mooier met een glimlach, je kunt maar beter vrolijk zijn. Leuk. Ik vond het best leuk. Was leuk, hè? Ja, was leuk. Ik hoorde het hadden ze gevraagd of we dat wilden doen. Ja, het moest eigenlijk. Het was geen vraag. Het was niet echt voorwaarde, maar het was wel een wens. En het was kort genoeg, zo, hè? Absoluut. De timing was perfect. De spelers waren... jij zo volgestaan. Klopt, de spelers waren gelukkig waren traag. Dus dat kwam perfect uit. Hier de stukje was prima. Dus de regen is weggezongen, zal ik maar zeggen. Perfect. Heel blij mee. En, maar dat dit hoeft zo'n optreden ook niet te duren, natuurlijk. Daarom mogen jullie zo nog een paar sets doen. Tot zo! Dames en heren, we zien ze straks in de avond van Montaigne. En we gaan de I can see clearly now, the rain is gone. I can see your obstacles in my way. Zo mannen,
minuten nog een uur. Ja. Nu dat 10 minuten zal het knallen. Dus dat zegt wat over hoe het ontvangen is. Hey, jongens, ik wil niks zeggen, maar we blijven in deze vlog wel even in het Rotterdamse feestje. Wat gaan we nou doen dan? We gaan naar Rotterdam Zingt. Oh, doe jij de knip? Zal ik dat doen? Ik zet ik even mijn koffertje neer. Zet jij je koffertje neer? Ja, ben je klaar voor? Ja hoor, dan komt ie. En we zijn op Rotterdam Zingt. Ja. En hey, jongens, zou je wel vertellen? Er is een nieuw spreekwoord. En dat is? Na regen komen de wannabies. Is het fantastisch of niet? Het is te gek. Het heeft echt de pleurs geregen. Hagelstenen zo groot. Hoe groot? Ongelooflijk. Hoe zo groot waren. Hoe groot? Zo groot. Zo groot. En nou, we kwamen aan en Chantal zei het al. En ze zegt, jullie komen aan en het zonnetje gaat schijnen. Moet er een liedje van maken. Moet eens kijken nou, naar de lucht. Moet je zo het zonnetje maar eens even kijken. Ja. Helblauw, er is geen wolkje te zien. Helemaal niks. Dus wat ons betreft wordt dit een feestelijke verandering van Rotterdam Zingt. We zijn verhuisd. We zijn verhuisd. Van het ozo knussen en mooie grote kerkplein met de Laurensquare. Het werd iets te knus. Toch. Zijn we naar het Schouwburgplein. Daar kennen we heel veel mensen kwijt. Het is daar wel afgehackt, maar dan weet je ook als je binnen bent, blijf je lekker binnen. Dan kunnen we ook wel weer blijven. En volgens mij hebben ze er al zin om lekker vol te lopen. Dus, en dan zijn wij slecht voor mijn nuppact. Ja, maar we gaan er een mooi feest van maken. Zo is het. Neem je op, daarvoor. Heel goed. Heel als het zo leuk is, je gaat zo. Eigenlijk alles wat je vraagt, dat deden ze. Meezingen, dansen, kangoo dansen.
dan hebben wij een geslaagde avond gehad. En ik had het ultiem goed namens. En jij? Zeker, ja. Absoluut. Ja, zeker. Een paar nieuwe stukken eraan. Ja, spannend. Maar wel te gek. Ze kwamen goed. Dus goud. Jawel, weet je wel. Maar nu meen ik het ook. Ja, maar het was ook zo. Zo. Wat was dit kikken, zeg. Hé? Nee? Nee, man. Wat een feest. We zijn aangekomen bij het stadion. Ja, der stadion. Het stadion der stadions. Ja, het is elke keer als we hier weer zijn, is het toch wel even een dingetje. Toch? Ja. We mogen vandaag weer optreden op de open dag. Ja. Zonnetje schijnt. Zonnetje schijnt. Het moet nog 10 uur worden. Het is nu al 26 jaar. Nee, dat liedje. Je zoekt een plaatsie in de zon. Nou, dat gaan we ook doen. We gaan even kijken of alles opgebouwd is. Even soundchecken in een leeg stadion. En dadelijk doen we het voor het echi in een vol stadion. Dus ik heb er zin om. Feyenoord. Feyenoord. Niets is sterker dan dat ene woord. Feyenoord. Heb jij het allemaal onder controle voor ik vandaag? Ik heb alles zeker onder controle voor. Dus je doet je best. 100%. Weet je, er veranderen nog wat kleine dingetjes, maar dat zijn dat peanuts. Dat heb je elke dag. Maar als je zo'n grote organisatie pas vandaag, dan kan niet alles helemaal volgens boekje gaan. Het gaat nooit vlekkeloos, dat is zeker waar. Maar het mooie is wel dat voor als er iets verandert, ook gelijk een oplossing is. We moeten handelen. En daar zijn we goed in met z'n allen. Blijf flexibel, jij flexibel. Als we met z'n allen handelen, komen we er vanzelf. Het wordt vanzelf 6 uur en dan is het klaar. Kleedkamer gevonden. Het is de Hermes House Band en de Wannabe's kleedkamer. Alles voorzien hier. Lekker douchen met z'n allen. Oh ja, hadden we beloofd, hè? Dan gaan we stand zetten, Giel. Nou, dat is het nog maar niet. Zo, onder. Zie je dat hier doen? Nou, misschien de afloop, hè? Ze spelen op heel veel festivals, ook in Rotterdam, maar ook rond Rotterdam. En ze hebben een heel groot Feyenoord hart. Voor de tweede keer op rij zijn zij hier met hun medley van de grootste Feyenoord liederen. Mag ik het horen voor The Wannabe's! Goedemiddag, kameraden! Kameraden! Super gedaan. We kunnen door met de tweede helft.
vet, hè? Niet normaal. Even lekker, eigenlijk net als vorig jaar. En toch was het een soort relaxer in dan vorige keer. Ik zeg net tegen de kijkers, toch een soort relaxer was dan vorig jaar. Omdat je nu een beetje wist wat er ging komen. Vorig jaar deden we alsof we ontspannen waren. Nu waren we het ook niet meer. Iets meer zelfvertrouwen en ja, volle kuip. Dus wat wil je nog meer? Daar deed je allemaal grandioos mee. Ik vond het zwaar kicken. Ja, absoluut. Volgend jaar gaan we het dingen zo. Dat is beloofd, hè. Slecht verhaal, dit is een slecht verhaal. Hey, leuk dat we erbij mogen zijn, man. Ja, we gaan er leuk van maken. Zeker, doen we. Oké, toppers. Hier zijn voor jullie de Wannabes. Goedenavond! Goeiemorgen, zonneschijn. Mens, wat kijk hier weer gezellig, een beetje lachen doet geen pijn. Goeiemorgen, zonneschijn. Je bent veel mooier met een glimlach, je kunt maar beter vrolijk zijn. I can see clearly now, the land is gone. I can see all obstacles in my way. Op zomerterras, Fiesta Hollanda.
Daar gaan we een hele leuke middag samen met niemand minder dan Bonnie Sinclair. We gaan elkaar daar zien. Zo is het. Goede nieuws is, het is gratis. Dat ook nog. Fijne vakantie als jullie ook gaan en tot de volgende keer. Bye bye. Bye bye. Je kunt maar beter vrolijk zijn.